Goedemorgen, het is 9 uur 's ochtends en ik ben zo excited, want ik ga iets mega leuks doen. Deze dozen verraden het al een beetje. Move that bus! Het is makeover tijd. Ik ga samen met Sissy Boy, een van mijn favoriete merken all time, mijn huis en met name mijn slaapkamer mega pimpen. En het leuke is dat jullie dat ook kunnen doen, want dit hangt samen met de Days of Homeland, die tot zondag 29 oktober lopen, waar je 20% korting krijgt op van alles, van kussens tot plates tot vloerkleden, banken, zoals ook die fantastische velvetbankjes en cocktailstoeltjes. Ik heb in ieder geval een hele bestelling binnen en let's do this. Dit is het domein waar het over gaat, mijn slaapkamer. Hij was eerst helemaal spierwit. Ik zal het je even laten zien. Ik heb eerst even de muren geverfd om er meer gevoel aan te geven. En nu begint dan echt de styling. En wat ik zelf heel erg mooi vind is dat een slaapkamer een beetje een rustgevende, inspirerende plek is. Dus het moet een combinatie zijn voor mij van rustige, warme tinten. En van items die een beetje een natuurlijk gevoel hebben. Dus met hout, met mooi aardewerk, veel planten, zachte kussens en velvet. Dat je echt het gevoel hebt dat je in een soort droomwereld stapt. Dat vind ik heel fijn. En dat je de wereld even achter je kan laten en echt kan genieten en tot rust kan komen. Dus dat is mijn missie. En wat ik dan heel erg mooi vind is de combinatie van verschillende materialen. Dus dat je met grove materialen werkt, zoals bijvoorbeeld een hele grof gebreide plaid. En tegelijkertijd iets heel luxueus ernaast zet, zoals velvet kussens of een mooie gouden spiegel of andere gouden accenten. Dus dat je een beetje de mix zoekt tussen dingen die grover en robuuster zijn en dingen die echt verfijnd en luxe zijn. Dat vind ik heel interessant. Dus nu ga ik echt voor zo'n warme, cozy herfstkamer. Het is klaar! Ik ga jullie zo het eindresultaat laten zien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel Pinterest-y vind geworden. Ik heb ook echt Pinterest ernaast gehouden om een soort trucjes af te kijken. En dat vind ik zelf altijd wel heel handig. Ik ben echt heel blij omdat het gewoon meer een thuisgevoel heeft nu. Eerst was het gewoon een kamer met wat leuke spulletjes erin voor mijn gevoel. En nu heeft het echt een stijl en voelt het warm en gezellig. En ik denk dat die mix van materialen en kleuren waar ik het over had echt precies dat doet. En er zitten gewoon net een paar interessante details nu in. Dus ik ben heel blij. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me ook weten wat je in je eigen huis zou willen aanpassen. Wat je het leukste vond uit deze makeover. En dan zonder vertraging nu het eindresultaat.
Velvet is echt het materiaal van het moment en ik combineer roze met donkergroen omdat het velvet stoeltje iets stoerder maakt. Groene accenten komen ook mooi terug in de planten. En planten zijn echt wel een must in een slaapkamer. Want ze geven extra leven en ze zorgen voor zuurstof. En ze leggen een beetje die connectie tussen binnen en buiten. Waardoor je lang in die kamer kan zijn met een fijn gevoel. Het bed houd ik als basis best wel simpel, omdat ik het fijn vind dat dat een rustgevende plek is. En dan kies ik wel voor een dikke, warme sprei die echt dat herfstige gevoel heeft. En natuurlijk weer een klein kleuraccent. Zo'n krukje kun je voor van alles gebruiken, als opstapje, om een plant op te zetten of zoals ik als een nachtkastje. En het leuke is dat je deze spulletjes natuurlijk elke paar weken kan omwisselen en dat je dit weer anders kan stylen. Zo'n lichtsnoer vind ik nog steeds zo leuk en dat hoeft dus echt niet alleen met feestdagen. En je kan deze zelfs ook buiten hangen, dus als je een balkonnetje hebt is het helemaal top. Ik hoop dat je deze roomtour door mijn nieuwe slaapkamer leuk vond. Ik ben benieuwd wat je favoriete onderdeel was en vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. Thanks voor het kijken en tot snel!